Yo mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we na een hele lange tijd nog eens een keer een VS video maken. En dit keer is het Walibi België tegen Walibi Holland. De twee bekende Walibi parken. Dit was een VS video die er nog aan ontbrak. Maar ik heb deze lang uitgesteld met de simpele reden dat Walibi België dus de Conda ging bouwen. En daar wou ik eigenlijk zekerheid van. Dus toen dat er nog gewoon ontwerpen van waren, was het allemaal nog niet zo duidelijk, maar voor het moment is dat uitgewerkt, is dat gewoon bekend klaar. Dus maak ik nu eindelijk een video over Walibi België tegen Walibi Holland. Het idee is weer simpel, zoals gewoonlijk. Ik zet twee attracties tegen elkaar. En de winnende attractie krijgt dus een punt voor het park. We gaan beginnen met de achtbanen. En de eerste battle gaat tussen de twee kinderachtbanen. Fun Pilot tegen Draco. En er zit al duidelijk een verschil tussen de beide banen. De ene is gewoon een simpele zierenachtbaan. Een enkele acht. Geen dubbele, maar gewoon een enkele. Dat is de Draco. En de Fun Pilot, ja, dat is een nieuwe achtbaan van Zierer. Die best nog wat trekt in die eerste afdaling. En hij rijdt ook heel soepel. Het is een heel leuk thema, dus het punt gaat hier zeker en vast naar Fun Pilot. Dan gaan we door naar de volgende en dat zijn de twee hangende achtbanen. Vampire in Walibi België tegen El Condor in Walibi Holland. Twee Vekoma SLC's, a.k.a. een van de pijnlijkste achtbanen die hier op planeet Aarde te vinden zijn. En dat geldt vooral voor El Condor. De allereerste SLC ter wereld, maar ook de slechtste ter wereld. En Vampire is ook niet de chillste achtbaan, maar al wel valt hij qua ruwheid nog best mee. Dus het punt gaat hier naar Vampire. Dan gaan we door naar de volgende en dat is Werewolf tegen Untamed. Het zijn niet de tweezelfde type banen. Vroeger wel, toen er Robin Hood er nog stond. Toen waren Werewolf en Robin Hood twee voorkomen houtachtbanen. Maar tegenwoordig is Robin Hood dus weg en is Untamed in de plek gekomen. Untamed, de hybrid coaster van RMC, dat er echt een schitterende achtbaan uitziet. Ik heb hem spijtig genoeg nog nooit gedaan. Maar het is wel duidelijk dat de Werewolf zeker niet tegen Untamed op kan. Dus bij deze krijgt Untamed het punt. Dan gaan we door naar de volgende twee achtbanen en dat zijn de Boomerang achtbanen. Cobra tegen Speed of Sound. En ook hier zie je duidelijk welke dat de beste is. Het punt gaat hier naar Speed of Sound, omdat deze gewoon simpelweg de beste boomerang ter wereld is. En Cobra eigenlijk totaal gewoon een kale baan is en klaar. Speed of Sound met die lichttunnel bij de eerste lift en het thema, de muziek, ook de treinen zitten stukken comfortabeler dan die van Cobra dus. Bij deze is het erop gezegd. De volgende twee achtbanen. Dat worden de twee gelanceerde achtbanen en dat is Psyche Underground tegen Express, platform 13. En deze is niet echt zo'n makkelijke. Want het zijn allebei schitterende banen, ze hebben allebei een thema, ze zijn allebei goed qua baan. Express heeft dan dat thema van de metrostation sinds zo'n paar jaar geleden dat ze hem helemaal hebben opgelapt en gewoon echt een prachtig thema hebben gegeven. Ook qua rit is de Express echt heel goed, die lancering is goed krachtig en de inversies, het is gewoon een hele leuke baan. En Psyche Underground die is dan echt heel comfortabel met die heupbeugels en die looping is gewoon heel krachtig. Maar ondanks Psyche Underground een topachtbaan is er wel een beetje tekort om te kunnen toppen aan Express Platform 13. Dus het punt gaat hier naar Express. En dan hebben we nog één duo en dat zijn de twee mega coasters. Conda in Walibi België tegen Goliath in Walibi Holland. En deze is echt heel raar om de megacoaster in Walibi België Conda te noemen. Want het is jarenlang de megacoaster van België geweest. Maar nu heeft hij dan toch eindelijk een naam gekregen. De layout en alles is gewoon fantastisch bij die Conda. Ik heb alles al gezien in 3D en ook bij onze testrit. Het is echt voor een Walibi park echt van heel hoge kwaliteit. Die trein ziet er mooi uit. En die rit, die wereldprimeur inversies dat erin zitten. Echt top.
En Goliath blijft ook een populaire achtbaan, ondanks hier al van 2002 staat, blijft het toch een van de beste achtbanen in Holland en van de Benelux, maar Conda is zeker en vast beter dan Goliath. Dus Conda krijgt hier het punt. Dat waren de achtbaan battles, maar beide parken hebben dan nog wel een achtbaan staan die in het andere park niet te vinden is. En bij deze gaat Walibi België in het voordeel zijn. Want in Walibi België staat er nog Pulsar, Calamity Mine, Tiki Waka en de Keverbaan. Ja, de Keverbaan is voor binnenkort, die staat er voor het moment nog altijd niet. En in Walibi Holland is dat de Lost Gravity. Dat waren de achtbanen, dus dan gaan we door naar de volgende attracties en dat zijn de Water Rides. En daarmee starten we met de bumstem attracties. Flashback tegen Crazy River. En de verschillen zijn niet zo heel groot, enkel het thema is een beetje anders. Qua layout zijn ze compleet hetzelfde. Alleen het thema, zoals ik zei, Flashback is natuurlijk een flashback en Crazy River is zo'n beetje, ja, zo'n houthakkers thema. Dat is zo'n thema dat je vaker terugvindt. Een Flashback geeft dan een klein beetje een verhaal, dus dat je terug naar het verleden gaat met de attractie. En ook die lichttunnels aan het begin van de baan vind ik heel mooi, dus Flashback krijgt hier het punt. De volgende twee rides worden Rapid Rivers en dat is Raja River tegen El Rio Grande. Raja River, de rapid van Intamin en El Rio Grande, een Vekoma rapid met bootjes van Afema. En het punt ga je gewoon naar Raja River, want El Rio Grande is, vind ik eigenlijk totaal geen aanrader. Het is eigenlijk een redelijk zwakke rivier en terwijl de Raja River echt heel intens kan zijn en Intamin is sowieso betere kwaliteit dan Vekoma, dus Raja River heeft hier het punt, want het is ook gewoon de beste rapid van de Benelux. Dan gaan we naar de volgende waterattracties en dat is de onbekende Twist and Splash Ride die Walibi België binnenkort zal bouwen tegen Splash Battle in Walibi Holland. En ja, dit is weer zo'n moment dat we geen zekerheid hebben omdat de ene er nog niet staat. Maar het is wel ene dat nog bestaat, is niet de eerste in zijn soort ofzo. Een Twist and Splash, dat is eigenlijk een combinatie tussen een Splash Battle en een Theekopjes Ride. Dat vind ik wel een toffe combinatie. Dus eigenlijk geef ik de Twist and Splash hier gewoon het punt. Omdat dit eigenlijk gewoon een heel eerlijk gevecht is, omdat je ronddraait en schiet. En iedereen zal zo'n beetje even nat worden. En die Splash Battle in Walibi Holland vind ik niet echt zo heel veel aan. De doelen, de reuzen, die zijn zo'n beetje achterhaald en alles. Niet alles werkt zo goed niet meer. Dus de Twist and Splash van Walibi krijgt de punt. Dan gaan we naar het volgende onderdeel. En dat zijn de Dark Rides. En dan beginnen we met de twee Madhouses. Palais de Genie tegen Merlin's Castle. Twee Vekoma Madhouses en hier moet ik niet zoveel over nadenken. Merlin's Castle is beter. Het verhaal is gewoon beter ook. De uitwerking vind ik stukken mooier. Palais de Genie is ook niet mis, maar Merlin's Castle is toch van de twee echt wel de beste. Na Villa Volta en dan die David de César komt Merlin's Castle. En de Palais de Genie staat er nog wat achter. De volgende Dark Rides zijn de twee spookhuizen. Of ja, spookhuizen. Challenge of Tutankhamon tegen Neurogen. Je zult wel weten waarom ik deze tegen elkaar zit. Het zijn allebei zo'n beetje de spookhuizen. De vloek van Tutankhamon is het spookhuis van het park. En Neurogen is dan die stoel met de VR-brillen. Waar je 16 plus voor moet zijn. Dus ja, eigenlijk is het wel een beetje aan de enge kant bedoeld. En Challenge of Tutankhamon is dan ook nog interactief. Ja, dat vind ik gewoon een van de beste Dark Rides die ik ooit heb gezien. Dus de Challenge of Tutankhamon krijgt hier het punt, want dat is echt een Dark Ride van topklasse. Als overige Dark Rides heeft Walibi België dan nog de Popcorn Revenge, waarmee Walibi België dus nog één extra punt bij krijgt. Dan gaan we naar het laatste onderdeel en dat zijn de Thrill Rides. En dan beginnen we bij de twee Freefall Tours. Of ja, één Freefall Tour. Dalton Terror tegen Space Shot. De ene is een Intamin Freefall Tour, de andere is een SNS Shot and Drop Tour. En ik ga het punt hier geven aan Dalton Terror, omdat een Freefall Tour toch wel stukken intenser is dan een Shot and Drop.
Shot and drop vind ik fijn het eens om te doen, maar ze zijn niet echt intens meestal. En zeker die SNS torens, daar is niet zoveel aan. Ik vind ze wel heel mooi, die special is wel heel mooi opgeknapt het laatste jaar. Bij Dalton Terror vind ik het dan wel weer jammer dat de Dalton figuren zijn moeten weggaan zo'n 6 jaar geleden. Omdat hun recht verviel om de figuren van Lucky Luke te gebruiken. De volgende is Thrill Rise. Spinning Vibe tegen Spinning Vibe. Alleen zijn dit niet de twee dezelfde attracties. De ene is een Hus Breakdance en de andere een Hus Magic. De ritervaring bij de Magic weet ik niet, want ik heb die attractie nooit gedaan. Maar ik geef het punt aan Spinning Vibe in Walibi Holland, de Magic. Omdat ik toch denk dat een Hus Magic wat leuker is dan een Breakdance. Zeker breakdancen in pretparken zijn stukken minder dan op de kermis bijvoorbeeld. Allee, de Spinning Vibe is dan niet mis, hij is nog redelijk sterk, maar voor mij is de Magic beter. Als volgende hebben we de twee topspins en dat is Buzz Out tegen Blast. En hier ga ik het punt ook geven aan Blast, want er is geen enkele topspin die dat kan verliezen van Buzz Out. Ik heb nog nooit een slechtere rit ervaren dan die van Buzz Out. Die rit is echt zo slecht. En ook Blast is niet van de beste, maar deze gaat toch wel stukken beter dan Buzz Out. Dus Blast verdient dit punt. Als laatste battle hebben we de twee theekopjes Ride. Maar eigenlijk durf ik deze battle niet meer 100% zekerheid te houden, aangezien ik van de ene niet eens een weet heb of die er wel staat. Maar bon, de attracties zijn Salsa de Fiesta in België en Pavillon de Thé in Walibi Holland. Die Pavillon de Thé was een theekopjes Ride die in Walibi Holland zeker gestaan heeft. En ik heb ook niks gevonden of dat die wel weg is of niet. Maar ik heb hem in ieder geval nog nooit gezien toen ik in Walibi Holland was, dus ik durf niet met 100% zekerheid zeggen dat deze ride nog in het park te vinden is. Als iemand het weet, mogen ze het altijd achterlaten, maar desondanks maakt het toch niet uit, want ik vind Salsa de Fiesta beter, dus Walibi België krijgt dit punt. De overige thrill rides zijn als volgt. In Walibi België de Octopus en in Walibi Holland G-Force, Los Sombreros, Tomahawk en de Skydiver. Niet alle attracties van het park tellen mee in deze video. Zoals bijvoorbeeld de twee zwijfmolens, de twee oldtimers. En dat soort attracties die ga ik niet tegen elkaar opzetten, omdat ze me eigenlijk niks boeien. Dus dit was gewoon weer de vers video. En de uitslag is als volgt. 11 punten voor Walibi Holland. En 15 punten voor Walibi België. Dus dat betekent dat Walibi België gewonnen heeft. Dus, zijn het eens met deze uitkomst? Mogen we het ook altijd achterlaten. Als jij vindt dat Walibi Holland beter is, mogen we het ook achterlaten. Want ik vond jarenlang Walibi Holland de beste van de twee. Eigenlijk tot en met nu. Aconda in Walibi België wordt geopend dit jaar. Laten we maar hopen dat dat rap kan gebeuren. In april zal het normaal moeten gebeuren. Als het niet, wordt het gesteld vanwege corona ofzo. Laten we hopen van niet. Maar dit was de eerste video van Walibi tegen Walibi. Dus like en abonneer. En tot de volgende video. Ciao.